kost dat nou? Een schilderij van jou? Dan denk ik, welk schilderij bedoel je? In deze video geef ik antwoord op die vraag. En dan gaat het om de prijs van het schilderij. En niet om de waarde. Aan het einde heb ik nog een opdracht voor jou. Dan kun je zelf berekenen wat het schilderij van mij kost. Mijn naam is Astrid Moors. Ik ben van de visuele orde. En dat uit zich ook in het berekenen van de prijzen van mijn werk. Kost dat nou? Die vraag die krijg ik wel vaker. Bij open ateliers hangt de prijs naast mijn werk. Dus dan hoef je het niet meer te vragen. Er worden vaak absurde bedragen gevraagd voor kunst. Bij veilingen bijvoorbeeld. Dan wordt er veel geboden. Maar dat is een ander verhaal. Dan gaat het om kunsthandel. In deze video wil ik het hebben over de prijs van een schilderij. De prijs van mijn werk. En die is vrij gemakkelijk te bepalen. Ik kijk naar de techniek, in dit geval een schilderij, op doek. Dus het is een unicum. Het is niet een werk in oplage. Een werk in oplage is zoiets als een print, een etch, een zeefdruk. Dan zijn er meerdere van. Dus dat verlaagt de prijs per stuk. Maar nu gaat het dus om een schilderij, een unicum. En dan kijk ik naar de lengte en de breedte van het werk. Die tel ik bij elkaar op en doe daar een factor bij. Die noem ik de bekendheidscoëfficiënt. En dan maak ik het mezelf lekker gemakkelijk. Klein werk is keer 8. Iets groter werk is keer 10. En boven de 1 vierkante meter is het keer 12. En een klein werk is bijvoorbeeld dit werk. Ik zal hem er even bij pakken. Het is 18 bij 18 centimeter. Dus 18 plus 18 is 36. Keer 8 is 288. En dan rond ik het mooi af naar 275. In een artikel in de Volkskrant van april van dit jaar staat meer over de prijsbepaling van een schilderij geschreven. Hieronder kun je de link zien naar het artikel. Ik heb ook nog een long watch voor jullie, een YouTube webinar uit België, wat wel heel interessant is. Daar kun je ook de prijsbepaling van een werk bekijken. Hoe een kunstenaar zijn prijs kan bepalen. En nu jij. Wat denk je dat dit werk is? 90 centimeter hoog. 70 centimeter breed, acryl op doek. Zet het hieronder in de comments. Ik hoor het graag van je. Deze is 80 centimeter hoog, 90 centimeter breed, maar het is een tweeluik. Dus dan is die 1,80 meter breed. Meer dan 1 vierkante meter. Dus keer 12. En weet je nu de prijs van mijn schilderijen? Bedankt voor het kijken.